Jochem, ben je al aan het aftellen? Nee, eigenlijk niet. We moeten nog steeds zorgen dat we erin blijven. Dus dan ben ik niet met aftellen bezig. Dan ben ik daarmee bezig. Voor wie speel je nog? ja, nee, voor de club in eerste instantie of voor de eer. Het is natuurlijk onze eer te naam te degraderen. Dus dat is volgens mij nog alle reden om onze stinkende best te doen. En ik denk dat we dat ook wel uitstralen met z'n allen. Goed gevoel over dat jullie nog kunnen halen? Nou, je vraagt me nu net naar weer een 3-0 nederlaag. Dus dan is er niet, dus geen sprake van een goed gevoel natuurlijk. Maar het was redelijk geflatteerd, denk ik. Ja, maar dat heb ik vorige week ook gehoord. En zo zijn er na de winst nog wel een aantal wedstrijden geweest. En ja, er zitten gewoon in die wedstrijd een paar cruciale momenten. En deels roepen we dat over onszelf af. En deels denk ik dat we ook niet altijd even gelukkig zijn met de arbitrage. Zonder daar nou een heel huilverhaal van te willen maken. Maar ja, het is in ieder geval niet goed genoeg om wedstrijden te winnen. Hoe wordt er op dit moment getraind bij jullie? Volle bak. Nee, we hebben de intensiteit wat verhoogd, de kwantiteit wat verlaagd. Hè. We zijn terug naar 2 keer trainen gegaan, bewust. Omdat de selectie is vrij krap. En we hebben gekozen voor minder sessies, zeg maar, wel intensief. En ik moet eerlijk zeggen dat deze jongens dat erg goed oppakken. En je ziet ook dat we in wedstrijden qua fitheid moeiteloos overeind blijven. Maar goed, de selectie is dusdanig krap dat om echt je speelwijze verder te ontwikkelen op trainingen. Dat is gewoon heel erg moeilijk met 14 veldspelers als selectie. Op wedstrijddagen wat aangevuld met A-junioren. Als je dan nog een paar blessures eraf aftrekt, dan wordt het natuurlijk een heel krap verhaal om daar nog iets te doen in speelwijzeontwikkeling. Dus het is vooral op intensiteit en ook wel op plezier, want dat is natuurlijk ook een basis. Is het gericht en daar proberen we nog ver mee te komen. En nogmaals, ik denk als je de laatste weken ons volgt en onze wedstrijden ziet, dat we, daar beaam ik jou wel in, wel een aantal keren geflatteerd verloren hebben. Ja. En ga je nu wel met plezier naar je werk, als je dit je werk is? Ja, dat doe ik wel. En dat komt mede door deze selectie die overgebleven is. Deze jongens, hoe die hier nu nog mee omgaan, ondanks wat er allemaal gepasseerd is. Dan ben ik die daar wel dankbaar voor dat ze mij dat plezier nog geven. Ja. Succes. Dankjewel.